Ja. Ten eerste Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Op mijn leeftijd. Ja, dat is goed om te horen. Ja. De meeste mensen die zo oud zijn als ik. Ik ben 60 jaar, hè. Die houden hun leven op en ik begin er pas aan. Ik had er zin in. Nou, dat is wel grappig, want daar ga ik straks naartoe, want het laatste nummer gaat daar misschien een beetje over, ja, denk ik. Maar eerst wil ik eigenlijk even terug naar het begin een beetje. En ik zag dat je laatst in een interview had gezegd dat muziek staat op nummer 1. Dat een realisatie was die je onlangs had. Ja, omdat ik heb zoveel jaren televisie gedaan. En eigenlijk, ja, in binnen- en buitenland. Ik heb ook op de Nederlandse televisie wat dingen gedaan voor de VPRO. En in Engeland bij MTV en in Vlaanderen op zowat alle zenders. En ja, ik heb ongeveer alles gedaan, behalve het nieuws voorlezen. Maar dat zou ik morgen ook kunnen. Dat ik dacht van, ja, ga ik dat nu blijven doen? Natuurlijk ga ik dat wel blijven doen. Maar langs de andere kant is iets waar je met stijl oud in kan worden, is op een podium staan of zitten en muziek spelen. Kijk naar al de grote jazzlegendes. Ja, Toet Stielemans had nog zijn laatste optreden gedaan toen die in de 90 was. Dan denk ik, ja, dat is wel heel mooi dat je met muziek kan je toch nog een hele tijd langer doorgaan om op een podium te staan. Ja, er is geen limiet, maar je moet wel goed zijn. Dus ja, toen dacht ik van, weet je wat, ik ga dat podium en de muziek op nummer 1 zetten, ja. En dat is leuk. Want je noemde net al MTV, en als we dan even teruggaan naar het begin, was muziek altijd de nummer 1 ambitie, of had je in het begin van je carrière ook andere? Ik denk, muziek is altijd nummer 1 geweest. Het eerste wat mij als kind interesseerde naar de buitenwereld toe, was vinylplaatjes, 45 toeren, singles op mijn kamertje luisteren, naar de magie van die naald die in die groef gaat en dan opeens, bam, komen de Rolling Stones eruit. En ze van, wauw, dit is echt buitenaards, bizar. Dus dat is er altijd geweest en dat heeft zich eigenlijk meteen vertolkt. Ik kreeg mijn eerste cassette recordertje van Philips in de jaren 60 en toen was ik, denk ik, 10 jaar. Okay. Dus dat was 1967 of zoiets. En het eerste wat ik daarmee deed was een vriendje zoeken die ook zo een had. Want dan konden we dingen overschrijven van de ene band op de andere. En dan konden we radioprogramma's maken. Dus dan zitten we tapeden muziek van de radio. Ik zei dan nu Lou Reed met put, put, put. En dan knipten we dat. En de volgende stap was platen spelen op feesten van mijn vriendjes op school. Dus ik ging niet dansen met de meisjes. Ik stond achter de discobar. Al heel vroeg, op mijn 11e of zo. En later dan in cafés. Ik heb eigenlijk, muziek was altijd op eerste plaats. En had je ook een voorliefde voor specifieke muziek of specifieke band? Popmuziek toch wel, ja. Okay. Pop- en rockmuziek. Okay. Ja, ik ben een kind van de 60s, dus dat was The Beatles, The Rolling Stones, The Kings. Heel veel Engelse bands. Want mijn ouders die luisterden naar James Last. Ja. En The Strangers. En dat was niet, dat waren de 6 enige platen die we hadden thuis. En toen ik merkte dat er ook zoiets bestond als de Rolling Stones en de Britse popmuziek, daar was ik helemaal verkocht eigenlijk. De Kings vind ik nog altijd geweldig goed. De Stones zijn ook nog altijd goed. Die hebben zoveel repertoire. Dat vooral, ja. En dan in het begin van de jaren 70, toen ik echt een tiener was, ja, was dat die periode Bowie begon en Lou Reed en Roxy Music, die ik nog altijd fantastisch vind. En T-Rex. En dan eind jaren 70 punk en new wave. Ik ben eigenlijk een hele oude punk. Want, daar komen we misschien later nog op terug. Maar ik vind het interessant, want je geeft aan, op 10, 11-jarige leeftijd ben je als soort van aan het presenteren, die nummers op die bandjes. Dus wanneer kwam het in het spel dat je zelf ook muziek wilde maken? Was dat pas veel later? Mijn eerste bandje, toen was ik 19, denk ik. Dat kwam allemaal een beetje, omdat ik had geen enkele vaardigheid, die heb ik nog steeds niet. Ik speel geen gitaar, ik speel geen piano, ik speel geen drum, maar ik kan wel elke dag een liedje maken. Maar ik dicteer dat liedje in op mijn telefoon, bom, dum, bom, bom, bom. Ja, daar stond die weer, dat is allemaal heel slecht, maar van die 100 slechte probeersels hou je er dan 2 goeien over. En dus mijn eerste groepje was, toen punk kwam, toen wist ik, dat kunnen we ook. Wie kan hier een gitaar vasthouden? Houd deze gitaar vast en doe gewoon. En dan ben je weg. En dan heb ik eens, want ik schreef dan ook wel artikels over muziek voor kranten en bladen en Humo en zo. En toen moest ik eens Arno Hintjes gaan interviewen. En dat
was een interview en dat was een afspraak voor een uur. En ik ben daar 3 dagen blijven hangen. En dan mee gaan kijken hoe dat hij muziek maakte met zijn band T-Symatic toen. En toen heb ik eigenlijk gezien, ah, zo gaat dat. Je begint eigenlijk van heel weinig en dan bouw je dat op. En dan plak je en dan knip je in je hoofd totdat je een nummer hebt. En toen ben ik het dan zelf ook beginnen doen. Dat is dan Arbeid Adelt geworden in 1981. En hoe oud was ik toen? Ja, 24. En sindsdien is het allemaal geschiedenis. Maar dat wil ik zeggen, want is dat nog steeds dezelfde benadering die je hebt naar het schrijven van muziek? Is dat nog steeds hoe je nu te werk gaat? Toen ik, laten we zeggen, een jaar of 2, 3 geleden besliste van, ik ga me weer toeleggen op de muziek, hebben we eerst een plaat gemaakt met Arbeid Adelt. Die is zeer goed ontvangen geweest. We hebben daar 2 jaar op getoerd. Enfin, toeren is een groot woord in Vlaanderen en België. Hmm. Maar heel veel optredens gedaan. Genomineerd geweest voor een Music Industry Award als Nederlandstalige plaat van het jaar. En toen was opeens weer de rem weg van, ja, maar er zijn zoveel betere muzikanten en je hebt Triggerfinger en je hebt Hoovenphonic en zo. En die kunnen allemaal geweldig. Je mag niet denken aan wat andere mensen doen. Je moet je eigen vat openzetten. En sinds een jaar of 2, schrijf ik alles op wat ik hoor. Vastbesloten verlangens staat hier op de muur. Ja, dan denk ik, ik ga dat niet pikken, maar dan denk ik, ja, verlangens is altijd een goed thema. Dus ik onthoud vandaag verlangens. We gaan dus 6 teksten schrijven over verlangens. Dus die onbevangen aanpak van, laat het maar vloeien, let it flow, dat moet je doen. Want anders ga je gaat proberen iemand anders na te doen, of je gaat proberen, ja, virtuozen naar de kroon te steken. En als je dat doet, ja, dan, ik blokkeer dan. Maar is dat misschien ook een beetje die punkmentaliteit? Een beetje van, ik trek niks aan van wat iedereen denkt en wil, en ik ga gewoon, dit is wat ik wil gaan doen. Ik vind dat de beste filosofie die er is. Ik heb heel veel geluk gehad dat dan, net toen ik 17, 18 jaar in mijn leven kwam. En ik denk dat voor eender wie, om iets heel raar te zeggen, ik hoorde van de week in verband met het overlijden van Mies Bouwman, dat zij eigenlijk dezelfde attitude had over haar presentatiewerk. Dat ze zei, ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk mensen om mij heen. Ik wil 2, 3 vertrouwenspersonen en ik wil zeggen wat ik wil zeggen. Dat is dezelfde mentaliteit, ik wil mezelf blijven. En daarom was zij ook heel goed. Ze had een ongelooflijke naturel. En dat kwam omdat ze eigenlijk geen rekening hield met wat de directie zei, of wat de kijkcijfers zegden, of wat de critici zegden. Ze liet gewoon zichzelf gaan. Ze heeft natuurlijk succes gehad, geluk gehad dat ze daar succes mee had, want dat werkt niet altijd. Maar het is dezelfde mentaliteit, ja. En punk vind ik wat dat betreft een hele mooie filosofie. Het is nooit een makkelijke tijd. En je moet altijd tegen een systeem opvechten, nu platen verkopen niet meer. Maar je hebt wel een fantastisch live circuit. Ja, speel, maak dan een plaat, zoals nu deze plaat, even de reclame, deze plaat is deze geweldige plaat, helemaal niet duur, voor minder dan 20 euro is hij die van jou en heb je toch wel een klein uur fijne muziek. En je kan ze ook meerdere malen afspelen. Dit is echt geweldig met zo'n plaat. Dus het duurt langer dan een uur, uw plezier. Maar met die plaat kan je gaan spelen en dat is heel leuk. Dus je kan nu zeggen, ja, waarom moet ik een plaat maken? Het verkoopt niet. Je moet niet negatief denken, je moet positief denken. In de zin van, wat kan ik wel? Optreden in zalen. En daar heb je, je kan optreden op Facebook, snap je? Alleen je hebt nu het internet. Ja. Je hebt zelfs geen platenfirma meer nodig, kan je zeggen. Je hebt een heel circuit, of je hebt geen radiostation meer nodig. Als 3FM en niet draait, fuck 3FM. Dan doe ik het wel op Facebook. Want dat is wel een punt waar ik, misschien moeten we het nu gewoon over gaan hebben. Want ook dat je niet inhouden met wat teksten betreft. Ik had opgeschreven hier daarom met Laat de mensen dansen. Die werd een beetje geboycott hier en daar, geloof ik. Dat idee van dat label, niet labels, maar dat radio en er iets over te zeggen heeft en invloed op heeft. Dat speelt dus voor jou geen rol nu. Ja, omdat als je daar rekening moet mee houden, dan kan je niks meer doen. Snap je? Wat moet je dan maken? Wat is de ultimate format die je moet bedenken? Dan ga je echt van jezelf een kopie maken van hetgeen dat deze week hip is. Maar tegen dat jouw ding af is, is het al niet meer hip. Dus als je zegt van vandaag is, weet ik wat, Katy Perry hip of Ariana Grande. Die heeft geweldige indoor fireworks, vind ik altijd geweldig. Maar ja, als je denkt, dat is wat ik nu moet maken, tegen dat mijn plaat af is, zijn we 6 maanden verder en dan ben je weer al outdated. Nee. Dus je kan daar geen rekening mee houden. Je kan alleen maar hopen van, doe iets
wat in deze tijd past. Mm-hmm. En misschien is er dan iemand bij de radio die zegt, hé, toch niet zo slecht. En ik probeer wel, vooral met teksten, niks te schrijven waarvan ik denk, ja, dat wil ik zelf niet horen. Mm. Dus ik schrijf ook eigenlijk opzettelijk geen liefdesliedjes. Okay. Omdat ik vind, dat is het meest afgezaagde thema. 80% van de liedjes gaan over, ik zie je graag, of je bent weggegaan. Ik vind het zo versleten, dus als overkomt mij ook. Hè. Ik heb wel gevoelens van liefde naar mensen toe. En van haat en van verlatingsangst. Maar ik schrijf er niks over. Omdat ik denk, het is niet interessant. Dan schrijf ik liever een tekst over een gebouw. Over de Antwerp Tower bijvoorbeeld, is een gebouw. Of over te veel zelflof. Niemand is zo perfect als mij, dat is perfect zo. Mm. Denk, ja, dat vind ik een goede zin, want dat, eigenlijk is dat een hele foute zin. Maar dat soort ideetjes, laten we bijvoorbeeld perfect zo nemen. Ja. Zijn dat gewoon ideetjes die in je hoofd komen? Of is dat dan een reflectie op iets dat je ziet gebeuren? Of? Als de kleppen openstaan, dan schrijf je eender wat op. En dan een maand later denk je van, ah, dat is eigenlijk wel een goede zin. En dan begin je dat te interpreteren. Dit is eigenlijk ook, ik denk van mezelf, ik ben de meest perfecte mens die er is. Maar dat denken heel veel mensen, waaronder Donald Trump, Vladimir Poetin en Assad van Syrië. Die denken, hey, wat is het probleem? Ik ben perfect, al die anderen zijn mis. En dat is iets wat je in de wereld vaak ook hebt. Als je kijkt naar al de bagger die er op Facebook of op andere Twitter-accounts gezegd wordt. Eigenlijk zeggen die mensen, ik weet het. Ik ben degene die perfect is en wat jij doet, dat lijkt nergens op. Mm. Ja, daar gaat de wereld aan ten onder. Mm. Want als we daar even mee zouden stoppen en wat meer empathie zouden hebben voor de ander, heb je al die conflicten niet. Dus ik interpreteer dan die zin, maar het begint eigenlijk van mezelf. Ja, ik ben eigenlijk de perfecte gast. Dus dan doe je daar wat mee, ja. Maar je noemde net die positiviteit die je erin wil hebben. En wat ik wel interessant vind, het was niet de makkelijkste tijd voor jou om te zeg maar die periode, de afgelopen twee jaar, zijn denk ik niet de makkelijkste geweest voor jou. Dus, nee, maar ja. Nee, maar dus hoe gaat dat proces? Je hebt dan veel zware maanden achter de rug, jaren misschien. Hoe hou je dat vast en denk je van, oh ja, maar ik wil gewoon creatief bezig. Dat is nu net zo leuk aan kunnen creatief bezig zijn. Is daar heb je dus niemand voor nodig. Hmm. Dat speelt zich allemaal af in mijn hoofd, en het enige wat je wel nodig hebt is iets om het op te schrijven, want het is ook heel vluchtig en weer weg. Ja. En dat vond ik heel fijn. Een jaar geleden ben ik geweldig van de trap gevallen bij mij thuis en ik was echt dood gedurende een minuut. Die indruk had, ik ben 4 meter naar beneden gevallen, ik heb eerst mijn hand gebroken, dan 4 ribben, dan een klaplong en het einde van deze rit, die hopen al 2,5 seconden geduurd heeft, stoot ik met mijn hoofd nog tegen een ijzeren kist die aan het eind van de trap stond. Dus ik had heel de gang lag vol met bloed. Er was niemand thuis. En ik lig daar, pijn. En ik denk, ik voelde mezelf zo, dit is het. Ja, oh, oké, dank u. Dat was mijn leven. En ik had ook even het moment zo van, ja, maar het is een leuk leven geweest. Ik had er echt volledige vrede mee. En ik heb toen ook mijn ogen dicht gedaan, omdat ik echt, ik ben vanuit buiten bewustzijn gegaan. Helaas, een minuut later werd ik terug wakker. En toen dacht ik, godverdomme man. Nu ben ik met al die gebroken ribben en een klaplong, dat wist ik toen nog niet. Het doet heel veel pijn. En toen lag ik daar dus, help. En er was niemand. Ja, dan ben ik dan daar maar blijven liggen tot zaterdagsmorgens. In de hoop van, het gaat wel over, maar het ging niet over. Ja. En dan heb ik iemand gebeld en dan hebben ze me naar het ziekenhuis gedaan. Ja, en toen was ik eigenlijk 2 maanden buiten strijd, allee, aan gebroken ribben. Je kan daar dus niks aan doen. Er is geen verband, dus je zit gewoon 6 weken lang, 8 weken lang in de pijn. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nu in godsnaam doen? Ik schrijf dingen op. Mm. Ik maak gewoon dat album nu al, want ik zat er wel mee te spelen. Okay. Maar dat was misschien de doorslaggevende van, oké, ik ga er gewoon voor. Ja. En dan was het eigenlijk ook op minder dan 2 maanden was het klaar. Ja. Maar dat is heel goed, hè? Ik wil zeggen, het leven is eindig, dus doe er iets mee.